Lions Club Paramaribo Central heeft vandaag een triagepolie aan het 's Lands Hospitaal gedoneerd. De triagepolie is een voorscreeningspost die is opgezet in het kader van de COVID-19-bestrijding. Lions Club-president Glenn Tewari zegt dat het hospitaal in juni een verzoek bij de organisatie deed voor technische hulp. Met behulp van de partners en de moederorganisatie Lions Club International Foundation is de financiering voor deze geste rondgekomen. Multiple Districts 60 Council Chairperson Rudolf Augustin haalde aan dat de Lions Club met deze donatie weer aantoont dat ze de gemeenschap blijft ondersteunen. We hebben behoefte van onze Serana Mangs en Serana Oma's in de ziekenboeg, maar meer in het bijzonder de COVID-patiënten die ook hier in het ziekenhuis zijn opgenomen en verder worden verpleegd door de staf. Als Lions Club Paramaribo Central's president wens ik de directie van het 's Lands Hospitaal heel veel succes toe. Ga ervoor. Ook de frontliners wil ik via u bedanken voor hun inzet. En aan de zieke mens in de ziekenboeg hier in het hospitaal in het kader van COVID wens ik heel veel beterschap toe. Wij als Lions Club staan ook gereed voor u om u als onderdeel van deze gemeenschap ook te supporten in deze moeilijke dagen. En dit is het eindproduct. Wij supporten u. Met deze overhandiging geven wij blijk van onze betrokkenheid in onze gemeenschap. En hoewel de pandemie van het coronavirus onze manier van leven en werken heeft veranderd, hebben wij onze slogan We Serve hoog gehouden. We serve om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en de veiligheid van onze gemeenschap. De verpleegkundig directeur van 's Lands Hospitaal, Suze Holband, zegt dat met deze triagepolie het personeel en de patiënten beter beschermd zijn tegen het COVID-virus. Ze zegt dat op verschillende plekken op het terrein van het hospitaal er triagelocaties zijn neergezet. Met deze cabine, waar we alles hier kunnen centraliseren, en wat Gevo u genoemd heeft, de bodyscan, waarbij we elektronisch de temperatuur van de mensen kunnen opmeten, betekende dat we minder druk hebben op onze human resources. Want en niet alleen gaat de bodyscan de temperatuur opmeten, maar die geeft ook direct aan de bewaking het signaal als er iemand is met een verhoogde lichaamstemperatuur, dat we die persoon direct daar kunnen tegenhouden. Meer nog, mocht er toch überhaupt iemand langs zijn gegaan, kunnen we met de backup die dit apparaat heeft, nagaan wie op dat moment samen met die persoon langs is gegaan, zodat we ook het contact tracing allemaal kunnen gaan doen. Dus u merkt, uw geste is niet alleen deze cabine. Het zorgt ook voor ons dat wij, behalve het op een vlottere manier de doorstroming te hebben op ons terrein, ons personeel nog extra de mogelijkheid geven om beter te detecteren wie er allemaal hier in het ziekenhuis binnenkomt. Suze Holband, verpleegkundig directeur van 's Lands Hospitaal. Ze sprak vanmorgen bij de overhandiging van de triagepolie door Lions Club Paramaribo Central aan het ziekenhuis.